Want jij zei het net al een beetje, Arno, tegen mij. Het is echt een voorstelling voor mij, zei jij. Waarom zei je dat ook alweer? Het is voor alle mensen die er net niet bij horen. Ja, ja, en ik hoor er dus net niet bij. Nou, het hangt er maar vanaf waar je bij hoort, of niet hoort, of wil horen. Nou, ik kan het opvatten als een belediging, maar eigenlijk... Nee hoor, dat is positief. Chatré, welkom. Ja, dankjewel. Het is wel een beetje alsof je het over jezelf hebt, toch? Ja, denk het ook. Ik denk dat iedereen er op een bepaald punt niet helemaal bij hoort. Of dat in ieder geval denkt. Toch? Nou, ik weet dat jij op school vroeger al wist dat je cabaretier wilde worden. Ja. Nadat je Hans Theo had gezien. Ja, absoluut. 16-plus voorstellingen, toen was je zelf geloof ik een jaar of 9. Zeker, ja. En dat durfde je eigenlijk nooit hardop te zeggen van ik wil cabaretier worden. Ik vond dat wel spannend, omdat dan mensen meteen zeggen, ja, moet je dat wel doen? Maar nu... Je was bang voor de reacties. Nou ja, ik vond het wel spannend. Ik was heel verlegen vroeger. En daar was ik heel erg... Ik weet niet, ik was gewoon heel verlegen. Dus toen dacht ik, ja, ik hou dat een beetje voor mezelf. En dat doe ik wel een keer als het echt een keer goed is. Of wat was het moment dat jij de verlegenheid opzij zet en dacht van ik... Want je kan alles behalve verlegen zijn eigenlijk als je cabaretier wil worden. Want ik denk op de middelbare school ben ik een beetje zo liedjes gaan maken en dingen gaan doen bij het open podium. En toen had ik ook gewonnen en toen dacht ik, oh wat leuk. Oh, nou mensen pikken dit op en ik vind het heel leuk. En toen ben ik naar een theateropleiding gegaan en zo is dat een beetje gelopen. Ja. En omdat je de theateropleiding ging doen of dat je die liedjes al maakte, was dat het moment ook dat de andere klasgenoten zeiden, ja je hoort er eigenlijk niet bij. Of lieten merken, dat laten ze alleen maar merken. Nooit zegt iemand dat tegen je. Ik denk dat al die cabaretiers en theatermensen allemaal er net niet bij horen. Ook. Ja. Anders ga je niet op het podium staan. Hè. Hoe vaak hoor je dat iets ook te niet, compenseren, hè? Denk ik. Maar... Ook van de allergrootste sterren over de hele wereld, dat zijn meestal mensen die vroeger of gepest zijn, of er niet bij hoorden, of een traumatisch jeugd hebben gehad. Er zal iets verkeerd zijn gaan, of hoeft niet heel dramatisch te zijn, denk ik. Of het ik, maar... triggert juist het beste in je. Ja. Dat er altijd wel in zit. Wat ik dus merk is in dat ik in normale situaties soms niet goed kan functioneren. Of dan denk ik, hoezo snappen jullie niet dat dit raar is? Weet je wel? Wat voor soort, kun je een voorbeeld noemen? Bijvoorbeeld even denken dat je ineens heel veel tijd besteedt ik woon met een paar mensen in huis en toen gingen we 2 uur lang pannen uitzoeken. En dat vond ik zo absurd dat ik dacht, waarom besteden we hier onze tijd aan, weet je wel? We kunnen toch ook die pannen in de kast laten en kijken wat er vanzelf maar een keer weggeflikkerd wordt. Versleten wordt en die gooi je dan gewoon weg. Die zorgvuldigheid, dan dacht ik ineens van, ja, we hadden ook gewoon nu... Iets de wereld kunnen verbeteren. Ik weet het niet. Snap je? Dus dat zijn van die kleine dingen dat ik denk, oh, ik vind het heel raar. En anderen vinden dit heel normaal om te doen. Ja, dus dat probeer ik ook niet... mijn voorstelling te gooien van. Ja. Je zou vast niet de enige zijn die zo op die manier denkt. Ik kan me er ook wel iets bij voorstellen dat je dat zo. Nogmaals, daarom ben je perfect publiek, Marco. Arnoud heeft dat bijvoorbeeld niet. Nou, ik pas me heel snel aan de situatie. Ah, ja. Als iedereen zegt van jongens, we gaan de pannen uitzoeken, want er moet opgeruimd worden, zeg ik, oh prima, ik doe gewoon mee. Ja, precies. Vind ik het daarna vind ik het ook fijn. Van tevoren kan ik ook denken van, waar maak je je druk over? Die pannen zitten in de la, we zien ze de hele dag niet. Ja, precies. Het zijn eigenlijk ook gewoon de huiselijke taferelen die je hebt met je partner. Ja, precies, ja. Ja, toch? Maar goed, jij hebt het niet met je partner, maar met huisgenoten dan waarschijnlijk. Hè, als ik het Het zijn ook een soort partners natuurlijk. Ja, oké. Wel ver mee, ja. Ja. Oh ja, gaat het Nee, dat niet. Oh, oké, goed. Zijn dat ook de onderwerpen die in jouw voorstelling voorbij komen? Eigenlijk van die hedendaagse dingen die iedereen eigenlijk wel meemaakt, maar nooit beseft van, oh, maken wij ons daar eigenlijk wel druk of juist niet druk over? Ja, ik denk het wel. Dat zijn wel de dingen waar ik het meeste tegenaan loop, denk ik. Dus bijvoorbeeld ook mijn rijles en zo, dat was echt een opgave, zeg maar. Dat is voor mij heel lastig, blijkbaar. Ik mocht het niet zeggen. En nu... dat mag je nog wel. We gaan niks spoilen over de voorstelling. We gaan niet zeggen dat je inmiddels je rijbewijs gehaald hebt. Nee, we gaan niet zeggen dat ik iemand heb doodgereden. Nee, dat soort dingen. Nee. Maar dat soort dingen denk van, ja, maar iedereen kan op de weg. Waarom doe ik er zo tering lang over? En hoe kan dat nou? Nou, dat vind ik dus heel interessant. Wat er dan in mijn hoofd gebeurt. En om dat bij het publiek neer te leggen en te kijken of mensen dat herkennen. En het is heel, heel leuk dat mensen na afloop komen van, oh ja, ik had ook dit een tijdje. En daar komt ook de titel opperhond vandaan. Dat je dat wil overstijgen, zeg maar. Dat je in plaats van, je denkt dat je een underdog bent, dat je jezelf wil verbeteren en beter mens wil worden, Het is inmiddels je tweede programma. Ja, het is het eerste programma waarmee ik ga toeren echt in de theaters. Je had al een programma natuurlijk hiervoor. Ja. Hoe start je? Want ik bedoel, op een gegeven moment heb je dat besluit genomen. Dat wist je natuurlijk al heel vroeg. Ik wil dat graag worden. Ja. Ja, en dan niemand kent je.
Nee. Maar je moet wel al die theaters natuurlijk benaderen. Doe je dat allemaal zelf? Hoe werkt dat? Nou, hoe het bij mij gekomen is dat ik na mijn afstudeervoorstelling ben ik aan een cabaretfestival gaan meedoen. Groningen Cabaretfestival. Is bekend, hè? Ja, ja, absoluut. Ja. Ja. En dat was midden in de lockdown. Dus dat was dat ik dacht zo, ja, wat ga ik anders bereiken dit jaar? Dan kan ik in ieder geval gaan spelen. Ja. Al is het maar voor 30 man. Ja. En daar heb ik toen alle prijzen gewonnen. En toen kwam ik bij management en nu ga ik toeren, ja. Wat stond er in de noten? Krijg je daar ook juryrapporten? Wat staat daar dan in? Of een soort van gemene delen wat steeds terugkwam? Dat de liedjes goed in elkaar zitten, dat hoor ik wel vaak. En even denken wat... En dat de realiteit en fictie, dat heel leuk en spannend door elkaar heen loopt. Ja, oh ja. Dat krijg ik wel vaak. Krijgen die reacties ook uit de zaal? Uit het publiek? Ja, dat merk ik wel. Ja, zitten vaak van die oh ja momenten in, maar die worden ook zo snel weer neergeslagen dat ze zeggen, oh nee, maar dan kan het niet meer. Ja, precies. Ja, ik vind het leuk om mensen mee te nemen en dat ze denken, oh ja, dit herken ik nog. En dan ergens heen te gaan waar mijn hoofd, waarvan ik denk, oh ja, maar dit vind ik ook spannend om te proberen. Dus soms ga ik het publiek in en dan ga ik, dat vind ik allemaal heel leuk. Wat is jouw humor? Is dat hard? Is dat ook Hans Theo omdat je die zo goed vond? Of is dat de Toon Hermans humor, hè, die niemand kwetst, maar waar iedereen toch de herkenbaarheid, hoe kun je dat omschrijven? Wat ik heel leuk vind bij Hans Steeuwen is dat bijvoorbeeld dat is heel spannend. En ik vind het heel leuk als het ook spannend is op het podium. En dat je iemand ziet, bijvoorbeeld Theo Maassen is een ode aan de twijfel, denk ik altijd. Die staat altijd te twijfelen, die weet niks zeker. En ik denk dat ik dat niet heb overgenomen, wel daarin geïnspireerd ben geraakt van, oh ja, dat kan dus. En ik vind het heel leuk als mensen het nog niet helemaal snappen en later pas denken, oh, dat is het. Ja, ja. Zit er dan ook een boodschap in jouw voorstelling? Ja, ik denk dat het een beetje een soort troostend idee is van, ja, we zijn allemaal losers. Dus wat zijn we nou de hele dag allemaal leuk aan het doen? Weet je wel, soms. Dus wat zijn we... ik vind het altijd belangrijk dat ik ook een andere kant van iemand zie, in plaats van iemand die zich het maar leuk laat zien aan de wereld. Dus we zijn ook allemaal sukkels. Anders zou je echt niet hier bij Omroep Flevoland werken. Nee, dat is ook zo. Ja. Dat zeggen we elke dag tegen elkaar. Ja. Nee, je hoeft niet gek te zijn om hier te werken. Maar nee. Ja, precies. Ja. Het helpt wel. Ja. Je maakt muzikale voorstellingen. Dat doen meer cabaretiers. Zijn dat van die komische liedjes? Of is dat ja, een beetje, met beetje door elkaar heen. Ik denk dat het heel leuk is als het en grappig is en ook tragisch. Dus er is één nummer dat ik... Is dat het nummer dat je nu gaat spelen ook voor ons? Of? Ja, ook een beetje. Oh, die heeft het ook wel een beetje. Ja, welk nummer is dat? Linda heet dat. Ja. Oh ja. Nou, dat zal jou aanspreken. Nou, ja, mijn tante, zeker aanspreken. Ja. Mijn tante heet Linda. Ja, en jouw vrouw heet Linda. Heb ja, vrouw heet vrouw. Zijn ex-vrouw ook. En zijn ex-vrouw heet ook Linda. De allereerste vriendin heette ook Linda. Ja. Ook nog? Ja, want de hond heet ook Linda. Ja. Godverdomme. Ongelooflijk. Ja. Iedereen, als zijn dochter heet Linda. Nou, als je die roept, weet je, Linda daar in huis, dan komt iedereen op jou. Nog getwijfeld of ons zoontje ook Linda zou moeten heten, maar dat vond ik een beetje te ver. Daar inclusief. Maar dan wil ik denk dat nummer zingen voor, jij mag kiezen voor welke Linda, maar voor je vrouw. Ik hou dat even in gedachten. Ja? Ik ga hem zingen. Ik moet ook weer thuis komen vanavond. Wil je naar de piano gaan alsjeblieft? Ja, je weet niet wat ik ga zingen. Hè? Nee, wil je naar de piano gaan, dan zien we je zo nog eventjes terug. Het nummer Linda gaat hij spelen voor ons. En hij is dus, zoals gezegd, aanstaande zaterdag te zien in het Agora Theater in Lelystad. Er zijn nog wat kaarten, volgens mij, heb ik me laten vertellen. En voor het geld hoef je het niet te laten. Slechts €10, dan kun je erbij zijn. Maar eerst treedt hij nog hierop. Hier is hij, Ramon Châtré met Linda. Zij is jong en toch de allermooiste. Haar blonde haar, haar strakke lijf. Met haar bijbaan in de supermarkt is ze de vlam van kassa 5. Alle mannen uit de buurt staan al te wachten in hun rij. Tot er door de hele winkel klinkt Linda. Kassa bij, jij. Altijd de langste rij, Linda van de supermarkt. Hopend op glim staan alle mannen, zij aan zij. Altijd de langste rij bij Linda in de supermarkt. Maar je kijkt nooit naar mij. Ja, ja, da, da. Bada, bada, ja, da. Wilt u pinnen, wilt u zegels sparen voor een dagje weg? Geen idee wat ik dan zeggen moet, want het liefste dat ik zeg is dat ik eeuwig met haar vrijen wil. Maar ik heb ook gewoon een vrouw. Het allerliefste dat ik zeggen wil is Linda. Ik wil jou. Altijd de langste rij.
van de supermarkt, hopend op glim staan alle mannen. Zij aan zij altijd de langste rij bij Linda in de supermarkt. Denk nou ook gewoon een keer aan mij. Ja, 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 ja. Denk nou ook gewoon een keer aan mij. Oh, elke man smelt als een vriesproduct. Zeker bij die ene zin. Als het met de pinpas weer niet lukt. Zegt Linda, steek hem er maar hier van voren in. Papa, ja, badada, badabada, papadada. Tada, ja, papada, badabada, papayada. Badabada, badada, badabada, ja, da, da, pa, 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 pa. Vraagt aan zijn vrouw of er nog een boodschap moet gedaan. Al is het soep, al is het weer haché. Zolang ze maar naar Linda kunnen gaan. 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 Oh, zolang ze met z'n allen naar Linda kunnen gaan. Papa, ja, badada, badabada, papadada. Bada, ja, papada, badabada, papaya, ja, badada, ja, badabada. Ramon Châtré met Linda. Nou, kom er nog even bij, Ramon. Het is een try-out natuurlijk aanstaande, tenminste natuurlijk, dat had ik nog niet gezegd, maar het is een try-out aanstaande data. Zo, je zweet er een beetje van, of is het warm? Ja, het is hier warm, ja, het licht. Ja. Godsamme, hè. Het is en, ook en natuurlijk in gedachten, jouw vrouw, daar krijg ik het ook warm van. Ja, ja. Zelfs op afstand gebeurt het. Heb je een foto gezien van, hè? Ja. Nee, maar dat is gewoon telepathie. Oh, ja, dat zo gaat dat, hè. Ja. Ja. Want zijn schoonouders kijken ook mee, dus kijk maar dan. Oh, nou, leuk dat ze kijken, ja. Try-out is het. Wanneer is de première? 24 november is de première in Theater Bellevue in Amsterdam. Ja. Ja. Waarom kies je voor Amsterdam als jij natuurlijk... Je bent een Brabander. Ja, omdat anders de pers niet komt kijken. Dat is de hele simpele reden. Nee, het is echt een hele leuke zaal. Nee, maar is dat echt zo? De pers komt niet kijken als jij de première in Den Bosch doet? Nou ja, voor jou misschien nog niet. Nou ja, nee, ja, het is, ik vind het sowieso een hele leuke zaal. En het is gewoon makkelijker. Dan denkt de pers, oh ja, dat is nog wel te doen. Kan ik op de fiets heen. Dus daar kom ik wel kijken. Ja. Ja. Wat is je ambitie? Ja, ik wil dit gewoon voor altijd blijven doen. Dat is het. En beter worden en nog allerlei dingen gaan uitproberen. Ik wil nog een keer met een band gaan spelen. Ik wil ervoor zorgen dat ik gewoon zoveel mogelijk mensen weet te boeien en te interesseren en aan het lachen te weten maken. En ja. Theater Bellevue is dan eigenlijk ook wel de beste plek om daarmee te beginnen. Want als het dan groter gaat worden, kan je altijd naar de voorkant gaan. Dan kan je naar de nieuwe De Lamar. Daarom, ja, dat is om de hoek. Daarom, en een borreltje in de smoeshaan. Nou, ja, top. Ideale combinatie om dat te doen, natuurlijk. Arnoud weet waar hij het over heeft. Ja, 12 november kunnen we alvast een voorproefje beleven in het Agora Theater in Lelystad. Dan heb je natuurlijk de kans dat je een vrij exclusieve voorstelling ziet. Want mochten er daar nog dingen zijn die niet werken of anders werken, dan wordt dat nog veranderd, hè? Ja, er gaan nog. Ik zit voor zaterdag te denken. Oh ja, ik wil nog een paar dingen veranderen. Dus dat zijn allemaal weer nieuwere dingen. Ja. En dan is maar kijken of dat weer werkt. En dan ga ik dat weer aanpassen. Ga ik weer met mijn regisseur zitten. En dan. Dus het is echt nog try-out. Maar de voorstelling staat wel zo goed als. Hoeveel heb je er al gedaan van die try-outs? Nu een stuk of van de tour een stuk of 8, 9. Oeh, dat is best veel. En er komen er nog 6 aan dus. Ja, tot aan de première. Ja. En daarvoor heb ik ook nog in huiskamers gespeeld. Een stuk of 10 keer. Dat doe je ook nog? Ook nog, ja. Ja. In de zomer moet je gewoon lekker blijven spelen. Het is best wel een goed privilege dat je zoveel try-outs kan doen. Heerlijk. Ik vind dat heel fijn. Ja. Ja. En het slijt die voorstelling zich vanzelf. Dat is heel leuk. Ja. Mooi. Op een hond is natuurlijk door heel Nederland te zien, hè, na de première. Ja. Maar zoals gezegd dus, aanstaande... Zaterdag. Zaterdag in het Agora Theater in Lelystad. Ramon Châtré, dankjewel en succes.